Welkom in de avond, show. Mijn naam is Arjen Lubach. He, wat zit die sfeer er alweer lekker in? Toch? Lekker sfeertje, ja. De sfeer zit er heerlijk in, dus laten we snel beginnen met de watersnoodramp van 1953. Want vandaag is dat 70 jaar geleden en kijk, je zou zeggen, met klimaatverandering is het actueler dan ooit. Maar er is iets geks, want ik las dit. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat zich zorgen maakt over een overstroming daalt. De zeespiegel trouwens niet. Die stijgt. Dus of we zijn dapperder geworden, of we onderschatten het gevaar. Het is dus goed dat die watersnoodramp herdacht wordt. En dat gebeurde vandaag op meerdere plekken. Omroep Zeeland deed er verslag van, maar wel op een wat onhandig moment. Ja, hier in Seriansland is de herdenking inmiddels in de minuut stilte beland. De bloemen zijn aan het gelegd. We zitten halverwege de minuut stilte. Het is super indrukwekkend. Naast mij de burgemeester, ook doodstil, ja. Hoe voelt dit? Het is eigenlijk een beetje een filosofisch raadsel, hè? Als je hardop verslag doet van een minuut stilte, is het dan nog wel een minuut stilte? En dat is gewoon het lastige bij herdenking, hè? Op welk moment kom je erin als verslaggever? Nou, bij RTV Rijnmond werd dat ook een beetje ongemakkelijk. Welkom bij een speciale uitzending van Rijnmond. We zijn in de Onze Lieve Hemelvaartkerk in Oudeton. Hier weer, is de herdenking van de watersnoodramp. Ik hoop niet dat ze haar ooit naar de Formule 1 sturen. Ik sta hier in de laatste binnenbocht en ik hoor de autootjes al een beetje aankomen. En ze bleef ook gewoon de hele tijd in dat gangpad staan. Kijk. De herdenking op de begraafplaats is allereerst bedoeld voor de overlevenden en de nabestaanden. Wow. Dit is echt voor niemand handig. Want die mensen die in die kerk die worden afgeleid door haar. En de kijkers van de livestream van de herdenkingsdienst worden afgeleid door de herdenkingsdienst. 1 februari 1953, die gaat zometeen verder. We horen het ceremoniemeester Wim Hartenveld zeggen op de begraafplaats Watersnood. Dat zal om ongeveer 10:30 zijn. Dan zijn we buiten. Graag tot zo. Naar restaurant Lely te gaan. Ja, hierna deze nog verslag vanuit een krans. Het is ook gewoon niet nodig. Inmiddels is Arjen Lubach hier achter mij. Hij is toegekomen aan zijn 11e grap. En we gaan zien waar hij heen gaat. Waarschijnlijk komt hij zo met een conferentie over Omroep Tholen. Omroep Tholen had ook een livestream. Daar moesten ze nog wel even de tijd vol praten tot de dienst begon. Maar dat kunnen ze daar heel goed, want er is altijd wel iets om verslag van te doen. U ziet hier een shot van de fontein. Wat een geschenk was voor Stavenissen, voor de inwoners. Ter herdenking van de waternoodramp. En dat is helemaal gerenoveerd en werkt perfect tegenwoordig met de verlichting erin. Het is gewoon schitterend om te zien, ook in de avonduren. Wat leren we toch veel? Goed, het herdenken van het verleden gebeurt dus volop, maar het voorbereiden op de toekomst nog niet. Want Nederlanders zijn dus amper voorbereid op de volgende watersnood. Ikzelf wel trouwens. Ik heb de Oosterscheldekering laten nabouwen in mijn achtertuin. Better safe than sorry. Maar andere Nederlanders zijn dus slecht voorbereid volgens het Rode Kruis. Terwijl als je kijkt welk gedeelte van Nederland in de gevarenzone ligt voor een overstroming, dat is best een leuk gedeelte van Nederland. Bij nu.nl zijn ze er wel mee bezig. Daar hebben ze ook wat voorzorgsmaatregelen op een rijtje gezet, zoals havens optillen of landinwaarts verplaatsen. Jongens, even Rotterdam doen. Pak jij dat hoekje van Holland? En misschien denk je nu wel, ja, boeien, ik heb geen internationale overslaghaven. Maar het is dus voor iedereen goed om er wat concreter over na te denken. Bijvoorbeeld, waar vlug je naartoe? Heb je daar al over nagedacht? Als ik zou weten dat ze er een overstroming zou ik weggaan. Ik denk dat mijn ouders gaan in Zeeland, maar ik denk dat ik veel overvissen. Zie je dat het helpt om erover na te denken? Dat is heel goed van haar. Dus mensen, wees voorbereid en zorg dat je altijd een noodpakket in huis hebt met een zaklamp, flessenwater en voor de zekerheid een verslaggever van RTV Rijnmond, want dat is altijd handig.
En dan is het nu tijd om te gaan stunten. Het is een politieke stunt, maar wel een serieuze. André van S., oud-Kamerlid en wethouder van GroenLinks, heeft zich aangesloten bij de PvdA. En voormalig PvdA-leider Job Cohen is lid geworden van de partij van Jesse Klaver. Ja, GroenLinksers en PvdA'ers worden opeens allemaal lid van elkaars partij. En dat is best wel raar. En voor PvdA-politici is het ook nog eens verboden. Dus nu heeft Job Cohen een groot probleem. Want van uw partij mag het eigenlijk niet, hè, geloof ik? Nee, dat heb ik ook later begrepen. Ja. Maar is dat geen straf op? Dat moet ik afwachten. Ja, sindsdien is er van Job Cohen niets meer vernomen. Dus beste mensen, mocht u deze man in zijn onderbroek uit een rood busje zien springen, bied hem dan op zijn minst een kopje thee aan. Maar goed, waarom worden die mensen nou opeens lid van elkaars partij? Nou, kijk, ze hebben dat gedaan om de samenwerking van de twee partijen te versterken en in de hoop uiteindelijk een fusie tot stand te brengen. GroenLinks en de PvdA willen dus fuseren. En dat is best bijzonder. Hè? Dat is het einde van een tijdperk. Dat zou het einde betekenen van de partij van Drees, van Den Uyl en van Kok. En van de partij van Jolande Sap. En Tofik Dibi. I guess. En zo'n fusiepartij zou het best goed kunnen doen bij de Provinciale Statenverkiezingen volgende maand. Kijk, misschien wel de grootste samen. Dus dan snap ik het wel. En houden ze dan ook samen één partijcongres? Nee, dat niet. Maar aanstaande zaterdag houden ze wel allebei een congres. Allebei in Den Bosch. En ook nog allebei in hetzelfde gebouw. Staat ook nog een heel kort optreden van snollebollekes op het programma. Nou, niks. Dat was het. Tot ziens. Maar gaat het nou echt gebeuren, die fusie? En kan dat wel zomaar? Want zijn er niet allemaal grote verschillen tussen die partijen? Ik ga dat vragen aan onze parlementair verslaggever Soumaya Gouaoui in Den Haag. Soumaya. Hey. Ja, goedenavond Arjen. Maar ja, ik sta niet in Den Haag, ik ben in Utrecht. Ah, oké, okay, want daar zit de PvdA. Ja, nee, GroenLinks. Waarom staat er dan een heel groot PvdA op dat gebouw? Ah, ja, PvdA. Ja. GroenLinks zit in Utrecht, PvdA zit in Den Haag. Dus je bent niet in Utrecht? Nee, blijkbaar niet. Ik voel het al zo dichtbij. Ja, nou, kan gebeuren, maar Oké, ze worden dus lid van elkaars partij. Er is sprake van een fusie, maar GroenLinks en de PvdA, dat zijn toch twee verschillende partijen? Nee, ik snap waarom je dat denkt, omdat ze ook verschillende namen hebben en zo. Ja. Maar ze zijn hetzelfde. Weet je nog het stemwijzerdrama van 2019? Ja, tuurlijk. Het stemwijzerdrama. Dat was Nee, weet je wat? Wat was het? Nou, bij de Europese verkiezingen in 2019 was er een stemwijzer. En toen hebben GroenLinks en de PvdA los van elkaar bij alle 60 vragen hetzelfde standpunt ingevuld. Hier. Exact dezelfde antwoorden. Ze zijn 2 dagen bezig geweest om nieuwe vragen te bedenken waarop ze een verschillend antwoord zouden geven. Wow. Zoals? Nou, dat werd onder andere de stelling: ik ben Lodewijk Asscher. Oh, Jesus. Dus ze hadden gewoon dezelfde standpunten. Wat vonden ze daar zelf van? Nou, bij de PvdA vonden ze dat natuurlijk heel gênant. Maar bij GroenLinks vonden ze dat juist heel gênant. Dus er zijn geen verschillen tussen die twee partijen? Nee, joh. Of je nou Jesse Klaver van de PvdA hoort praten of Atje Kuiken van GroenLinks, dat maakt uiteindelijk geen... Ja, nee, andersom. Klaver is van GroenLinks en Kuiken van de PvdA. Ah ja, daar ga je al. Maar goed, oké, wat jou betreft had die fusie al veel eerder mogen gebeuren, begrijp je? Ja, man. Ik bedoel, zo'n André van S, is die nou van de GroenLinks of van de PvdA? Niemand weet het. Kijk maar. Mevrouw van S, u bent destijds lid geworden van de Partij van de Arbeid. Mm. Nee, Lekker bezig, Thijs van der Brink. Nee, dat was Giovanka. Ja, joh, maakt het uit. Die mensen, die zeggen allemaal hetzelfde. Laat ze lekker fuseren. Oké, goed. Maar Soumaya, wat denk je? Gaat dit doorzetten? Ja, dat mag ik toch hopen. Er is zelfs al een gezamenlijke website over de samenwerking. Kijk maar. Rood-groen. Heel gaaf. Ah, wat slim, joh, dat logo zo met die kleuren. Ja, dat is leuk gedaan, want de PvdA heeft natuurlijk een logo met rood. En GroenLinks heeft een logo met groen en rood. Dus samen heb je dan het rood van GroenLinks. En dan, slim gedaan inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. En dat zaterdag is dan dat congres. Wat is daar het idee van? Ja, ze hebben dus allebei een congres op dezelfde dag en in hetzelfde gebouw. Maar dan wel in twee apart
aktezaaltjes. Maar waarom doen ze het toch zo moeilijk? Het is toch gewoon dezelfde partij, zeg jij? Ja, maar dat hebben ze zelf dus niet door, hè? Ze vinden zichzelf heel verschillend. Dus dat hebben ze dan ook weer gemeen. Zo cute dan. Ah. En waarom dan wel in hetzelfde gebouw? Nou, als je een tweede hond krijgt, ja? Tweede hond, ja? Ja, dan laat je eerst je ene hond in een ruimte en dan laat je die andere er voorzichtig bij, zodat ze even aan elkaar kunnen snuffelen. Ah, en zo werkt het ook bij linkse partijen? Ja, die moeten ook even aan elkaars lid snuffelen, leden snuffelen. Hé, hey, en hoe zou zo'n fusiepartij dan moeten heten? Want dat lijkt me nog best ingewikkeld. Nou, het is echt geen hogere wiskunde. Groen en rood, dat wordt bruin. Ja. Dus dan krijg je Partij van de Bruinlinks. Partij van de Bruinlinks? Okay. Hey, en wie gaat die partij dan leiden? Jesse Klaver of Atje Kuiken? Nou, wat je op dit moment achter de schermen hoort, is dat die ook verder gaan als één persoon. Oké. Okay. Heftig, en onder welke naam dan? Ja, Atje Kuiken en Jesse Klaver. Dus dat wordt Jatje Kluivert. Jatje Kluivert. Ja, ik verzin het ook niet, hè, okay, maar, Arjen? Ja, maar zeg even, Soumaya, hoe weet jij dit allemaal? Ja, ik heb dit allemaal gehoord van Xander van der Wulp in ruil voor een scoop over Sigrid Kaag. Okay, wat was die scoop dan? Geen idee, ik heb maar wat gezegd. Dus ik hoop niet dat hij zit te kijken. Nee. Dit was Soumaya Abouhoui voor de avondshow met Arjen Lubach live vanuit Den Haag. Ja, dat hoef je dus bij ons echt niet te zeggen, nee. Wat jij wil, Renze Klamer. Ja, Soumaya Abouhoui. En dit was vandaag. Het is zover. De 25e editie van De Vijanden van de Vrienden van Amstel Live. 3 uur lang je middelvinger opsteken naar een scherm waarop de Vrienden van Amstel Live te zien is. De Vijanden van de Vrienden van Amstel Live. Mis het niet. Morgenavond in de Ziggo Dome. De aandelenmarkt staat op dit moment in de fik. Dit is dé tijd om te investeren in aandelen. En ik leg jou uit hoe in mijn super deluxe totaal legitte cursus nu te vinden op NPO Start. Geen financieel advies.